Een mooi regelmatig gebit met rechte tanden is belangrijk om goed te kunnen bijten, kauwen, praten en lachen. En het blijft beter schoon en gezond. Als tanden en kiezen niet helemaal in een rechte lijn staan, kan de orthodontist ervoor zorgen dat ze gecorrigeerd worden door middel van een beugel. Bij Jesse heeft de tandarts geconstateerd dat een aantal tanden niet in de goede positie groeit. En hij is doorverwezen naar de orthodontist, die voor hem een beugel heeft gemaakt. En die wordt vandaag geplaatst. Jesse krijgt vandaag zijn beugel. En de beugel wordt eigenlijk gewoon geplakt op de tanden. Een beugel is noodzakelijk om de tanden weer recht te krijgen in de boog. Dus scheve tanden komen recht doordat de draad, zou ik maar zeggen, de tanden naar zich toe trekt. Jesse, zijn tanden stonden niet helemaal goed recht en hij had één geblokkeerde kies. Het kan voorkomen doordat een melkkies te lang erin is blijven zitten, waarbij de tanden ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Het kan ook gebeuren dat een melkkies te vroeg uitvalt, waardoor de ruimte in beslag genomen is door de andere tanden. En dan moet je ruimte creëren. Dus dat doe je dan met de vaste beugel. En we gaan weer zorgen dat dit allemaal weer mooi in elkaar komt te staan, allemaal mooie rechte tanden gaat krijgen. De meeste afwijkingen worden geconstateerd door de tandarts. En de tandarts verwijst dan de patiënt naar de orthodontist. Die kijkt of het klopt. En wij kunnen dan de behandeling gaan beginnen, mocht er iets aan de hand zijn. Hi, Jesse. Ga lekker zitten. Nou, jij krijgt de beugel vandaag. Klopt, spannend. Ja. Een beetje zenuwachtig. Beetje wel. Normaal komt de patiënt om te beginnen voor een eerste consult. Dan ga je kijken wat de problemen zijn. Bij de patiënt. Dan bespreek je die problemen met de patiënt. Ga je kijken welke beugel noodzakelijk is. En daarna wordt de beugel dan geplaatst. Nou, ik ga jou even helemaal uitleggen wat ik bij je ga doen, zodat je weet wat er in je mond gebeurt. En dat je niet bang hoeft te zijn. Het wordt geen pijn in ieder geval. Je kan het wel een beetje voelen natuurlijk, maar dan meestal 3-4 uurtjes nadat je de beugel geplaatst hebt, dan pas gaat het een beetje gevoelig worden in je mond. Ja? Ja. Ben je er klaar voor? De assistente haalt Jesse op. En Jesse neemt dan plaats in de stoel. En de assistente gaat alles voorbereiden. Dat houdt in dat de tanden schoongemaakt worden. En dat alles voorbereid wordt, zodat wij de beugel erop kunnen zetten. Mag je inderdaad een klein beetje naar mij toe komen? En dan ga ik zo meteen eerst even een tandenborstel over je mond heen halen. Ja. Over je tanden, zodat het allemaal zeker weten goed schoon is. Oké, mag je goed open doen? Stap nummer 1 is dat alles gepolijst wordt, dus dat de tanden heel erg goed schoon zijn. Dan wordt er met een hoekstuk worden de tanden allemaal schoongemaakt, een soort elektrische tandenborstel. Daarna wordt alles uit de mond gespoeld, dat alles weer mooi schoon is. Dat schoonmaken is heel erg belangrijk, omdat anders de bracket niet goed erop blijft zitten. Oké, daar gaat hij. Voel je niks van, hè? Zo, nou dat mag even een minuutje inwerken. Moeten we even rustig wachten. Gaat ie goed? Ja. Stap 2 is dat er geëtst wordt. Dan zie je dat er een blauw spul op de tanden geplaatst wordt. En dat blauwe spul zorgt ervoor dat de lijm zich straks in de toekomst kan hechten. Als wij de beugel erop gaan zetten. Oké, mag je oog even dicht doen? Want het kan een beetje spetteren op het moment dat ik het schoon ga maken. Het eerste laagje. Zo. Ja. En dan moet Jos erbij. Jos! Stap 3 is dat alles droog geblazen wordt. Dan komt er een soort nagellakje overheen. Dat is de primer. En die primer zorgt ervoor dat de lijm die op het plakkertje zit, vast blijft zitten op de tand. Bij de behandeling gebruikt de orthodontist de meest geavanceerde materialen en methoden om ervoor te zorgen dat de behandeling minder overlast veroorzaakt en vaak ook sneller verloopt. Het uitgangspunt is een persoonlijke, aangename en zo kort mogelijke behandeling met een mooi functioneel gebit als eindresultaat. De orthodontist en zijn medewerkers nemen bij het begin van de behandeling altijd de tijd om de patiënt rustig uit te leggen wat er precies moet gebeuren en waarom er voor een bepaald behandelingsplan wordt gekozen. Daarbij proberen ze de bezoeken aan de praktijk een beetje gezellig en ontspannen te maken. Die persoonlijke en klantvriendelijke manier van werken ervaren veel patiënten die hier komen als erg prettig.
Op het gebied van orthodontie is er vandaag de dag veel meer mogelijk dan zo'n 30 jaar geleden. De beugels van nu zijn al lang niet meer de beugels van destijds. In de praktijk zijn er veel verschillende beugels, maar een van de meest geavanceerde en meest gebruikte zijn de beugels met het Damon-systeem van Omco. Intelligente beugels die de positie van de tanden veranderen op een meer soepele en natuurlijke manier dan de traditionele vaste beugels. Dat is de volgende stap. Dan wordt de bracket op de tand geplaatst en met een blauw lampje uitgehard. De bracket wordt meestal door de specialist geplaatst of door degene die heel veel ervaring heeft met het plaatsen van brackets. En dat is een van de belangrijkste stappen, zou ik maar zeggen, in de orthodontie. Dat die bracket er goed op zit. Nou, alles zit erop. We gaan straks meteen met het lampje alles uitharden en dan ben je klaar. Ja. Wat heel belangrijk is, dat die bracket er goed opgezet wordt. Je moet echt wel wat ervaring hebben om dat te kunnen zien. De hoogte is heel erg belangrijk. Als de beugel straks geplaatst is, duurt het meestal 1,5 tot 2 jaar om met de beugel de tanden en kiezen in een goede lijn te krijgen. Voor dit hele traject wordt altijd in nauwe samenspraak tussen de patiënt en het team een plan gemaakt om stap voor stap tot het gewenste eindresultaat te komen. Dat is de laatste stap. Dan wordt het uitgehard door een speciale lamp. En dan wordt de lijm hard en dan zit het vast. En dat gaat supersnel. Dat is binnen 5 seconden zit de bracket vast. Dus ik ga er nu een draadje in doen bij je. Dat voel je nu ook nog niet. Maar na 3-4 uurtjes ga je merken dat er wat meer druk op je tanden komt te staan. En dan kan het een beetje gevoelig worden, vooral met eten. Nou, het draadje, heel dun, heel flexibel, kan hem alle kanten op buigen, maar hij gaat altijd weer terug naar zijn eigen modelletje. Nou, jouw tanden staan natuurlijk scheef en het slotje staat recht op je tand, dus die draad gaat scheef jouw mond in en die gaat er dan langzaam voor zorgen dat hij weer in zijn eigen modelletje terugkomt en dat doet hij dan met jouw tanden. En dan komt je wortel los te zitten en daardoor wordt het gewoon in het begin even wat gevoeliger. Ik denk dat het bij hem wel meevalt, zijn tanden stonden niet schots en scheef. Ik zeg wel eens tegen de patiënt dat het te vergelijken is met spierpijn. Als je voor het eerst weer gaat sporten, dan heb je een beetje spierpijn. En dat duurt ongeveer 2-3 dagen en daarna neemt het af. Maar hoe meer je sport en hoe langer je de beugel hebt, hoe minder last je ervan hebt. 2. Dit is een speciaal tangetje. Dat knip ik af, maar dan blijft het uiteinde in je tangetje zitten. Hoe verder je in de behandeling zit, hoe minder die pijn is. En dat is echt een groot voordeel en dat merk je ook bij de patiënt. Dan heb je eigenlijk maar de volgende dag dat je even voelt van hey, het voelt wat strak aan. Maar voor de rest valt het allemaal wel mee. Nou, hoe voelt het? Apart. Raar, hè? Dan ga je ook nog even uitleg geven over poetsen. Gemiddeld gezien zit een beugel tussen de 1,5 en 2 jaar op de tanden. Ja, en dan wordt hij verwijderd. Nou, ga ik je nog eventjes uitleg geven over het poetsen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je het gewoon goed schoonhoudt met de beugel. Ja. Het ziet er al heel netjes uit hoor. Dus... Nou, Jesse komt ongeveer gemiddeld gezien zo 1 keer in de maand komt hij terug. En waarom namelijk? Omdat de draden die worden steeds iets dikker. En dan gaan we op een hele rustige manier de draden opbouwen. De eerste draad die hij krijgt is een hele flexibele draad. Die kan je ook om je vinger heen draaien. En die draad geeft een hele lichte kracht op de tanden om ze in een mooie ronde boog te krijgen. Die worden op een gegeven moment rechthoekig. En dan ga je zelfs over naar de staaldraden. Dat zijn de wat dikkere draden om nog betere controle op de tanden te krijgen. Nou, dan mag jij dit meenemen. De beugel van Jesse zit erin. En met een korte uitleg over hoe je met de beugel moet poetsen, wordt het plaatsen van de beugel afgerond. En zo wordt het hele traject van behandeling met een beugel zo min mogelijk vervelend gemaakt voor de patiënt. Door de informele en persoonlijke benadering in combinatie met een relatief snelle en effectieve behandeling. Als Jesse klaar is, net voordat hij klaar is eigenlijk, worden de spalken geplaatst. Dat zijn kleine draadjes die aan de achterkant van de tanden worden geplaatst. En die zorgen ervoor dat het resultaat behouden blijft. Kom op. Let op. Goed. Let's kijken. Wow. Dat kan. Volgende maand. Dinsdag 18 april. Dit
programma wordt mede mogelijk gemaakt door Orthodontiepraktijk Meppelweg en Wateringse Veld.